Een wrede en gruwelijke moord op een weerloze man. Dat is het harde oordeel van de Utrechtse rechtbank over de moord op Paul Schaap. In februari werd zijn lichaam gevonden in zijn huis in Maartensdijk. Het slachtoffer vereerde Satan en had de zogeheten Satanistische Partij Nederland opgericht. Een partij die ook pedofilie goedkeurt. Niet lang daarna komt de politie Bart H. op het spoor. Hij bekent de moord tegenover vrienden, familie en politie. Hij zou Paul Schaap hebben ontmoet op een pedofiele site en willen voorkomen dat Schaap onschuldige kinderen zou misbruiken. 2 weken geleden in de rechtszaal ontkent Bart H. de moord opeens. Maar vandaag wordt duidelijk dat de rechter dat niet gelooft. De ter terechtzitting afgelegde verklaring van verdachte dat hij alleen was, dat de deur van de woning van Paul Schaap open stond, dat hij Paul Schaap doodliggend aantrof in een plas bloed en dat het een makkelijke puzzel was om te bedenken dat Paul Schaap eerst door middel van wurghandelingen buiten bewustzijn moet zijn gebracht, alvorens zijn keel doorgesneden werd, acht de rechtbank niet aannemelijk. Psychologen vinden de dader depressief en labiel en hadden gevraagd om een zo kort mogelijke gevangenisstraf. Maar de rechter vindt de moord te gruwelijk en veroordeelt haar dus tot 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Teleurstellend. Ik heb net de rechtbank het vonnis horen uitspreken. En het lijkt alsof de rechtbank geen enkele rekening heeft gehouden met de rapportage die door psycholoog en psychiater is opgemaakt. En ik zal het eerst met cliënt bespreken. Maar de verwachting is dat wij in hoog beroep gaan. Bart H. was niet bij de uitspraak. Zijn familie wel. En die reageerde emotioneel op de straf. Zootje zo. Bijna alle kinderen verkrachten weer pijn over de straten. Vooral vader was emotioneel. Geschrokken natuurlijk ook van de uitslag. Ik ga zo naar hem toe. Even met hem praten.